Ja, strijders. Welkom. De druk is hoog. Maar ik heb fantastisch nieuws, want we gaan vandaag voor het eerst spelen met de beste speler van de game. Ieder jaar opnieuw. De beste spits van de game. Ronaldo, Luis, Nazario, Dalima, R9. Grote dank naar Ruurt. Echt, Ruurt, bedankt. We mogen met zijn draft spelen. En ik zei dat de druk hoog was, maar ik zie dat hij nog geen pot heeft gewonnen in draft. Dus dat verlaagt de druk toch wel weer een klein beetje. Ik ben heel benieuwd hoe hij speelt. Ik zie dat er gewoon een prima teampje omheen staat ook. Dat is lang niet gek. Kom, dit is echt een goed team trouwens. What the fuck, man? Ja, hier moet het wel mee gaan lukken, toch? Laten we hem heel snel bekijken. 93. 5-star. Hij heeft dan als versnelling accelerate controlled. Met afmaker erop is hij dat ook gewoon. Hij is altijd controlled. Ja, dus niet lengthy, niet explosive. Want daarvoor is zijn lenigheid te hoog, denk ik. Ik weet het ook niet. Maakt niet uit. Fenomeen. Spreekt gewoon Nederlands, hè? Ik denk dat komt van de club. En ik ga proberen, laten we niet te overmoedig doen, maar ik ga het wel proberen om gewoon weer alles te scoren met alleen R9. Dus het wordt een eenzame verdette, maar als het echt niet gaat, dan schroef ik die verwachtingen toch wel een beetje naar beneden bij. Maar laten we gewoon gaan genieten, kijken wat deze man kan in deze game. In een moeilijke game. Hij heet ook Boeien Ruurt, ja dat snap ik. Boeien Ruurt. Wow. Wat is dit dan? Ik hoor een fluitje. Ik heb een camera angle. Ik krijg trouwens vaak vragen over die instellingen. Ik heb hem dus co-op. Dan zet ik deze op aangepast. Zet ik de hoogte bijna helemaal omhoog. En die zoom helemaal uitgezoomd. Ik ben wel benieuwd of die Walker ook zoveel beter is dan die Reece James die ik heb. Oh, zo Kyle Walker. En dan is hier R9 voor de eerste keer. Ik vind Reece James namelijk heel goed. Die is heel goedkoop. En Walker is gewoon heel duur. Nu dan. Daar gaat hij. R9. Oh, kom er niet lekker uit. Goed gewonnen, dat lucht hij wel. R9. Wat zijn dit voor geluiden? Ik hoor dat net ook. In elk geval, eindelijk is het eerste goaltje binnen. Deze tegenstander kan er niet veel van. Mooi. Kijk eens, van de snelheid. R9, stiftje. Ja, dit wil je zien. R9, goed. Sonia KT, wat is dit dan? Ah, mooi goal. Hij is los. De Brane. R9, ref. Klats. Ja, nee, deze tegenstander is echt helemaal de weg kwijt. Hoppatee. 5, ja, dan mag je ook leave op zich. Kijk dan wat hij allemaal aan het doen is, joh. R9, 6. Ja. Ja. Oh. Oké, de leidersweg zit erop. Goed voor zijn statistieken. Hij krijgt 3 matchballs mee naar huis. En wij gaan naar ronde 2. Even kijken tegen wie we spelen. Cordoba Tomori, dat is wel een goede verdediging. We krijgen weer veel ruimte hier hoor. Luis Diaz. Op zoek naar... Nee! Weer scoor ik bijna met de verkeerde. R9, zo. Even ruzie met de bal, maar dan alsnog. Nog een keer in de voetjes. Nog een 1-2. Waar ben je? Kies positie. R9. R9, nog één keer zo. Ah. Oh, wat? Ja, dit was een mooie actie. Hij voelt wel weer als van ouds natuurlijk. R9. Party op R9 natuurlijk. Volgende kans, geen buitenspel. En dan is het 3-0. Hij is on fire. 12 goals. Weer een matchball door naar ronde 3. En daarin is dit ons zo. Lucio Militao, Vinicius. Spreekt iemand Wartaal? Bel dan direct 112. Hey, cadeautje. Cadeautje. Uitpakken. Zo. Nee. Ah, oh, fout. Nu dan. Nu dan. Oh, nee. Nu dan. R9, geen buitenspel toch? Shit. Geen buitenspel. Cole. Dit meen je toch niet? De Bruyne. Nu dan. R9 is los. Heerlijk. Hoehoe. Snel. Goede startsnelheid. Lekker draaien. Tweebenig. Goede finishing. Dit is eigenlijk toch in een simpel fragmentje even alles wat R9 gevaarlijk maakt. Dit meen je niet. Wat een moment. Nu dan. Daar gaat hij. Tegenover Militao. Die is ook veel te goed. Dit meen je toch niet?
Nu dan. Zaha is los. Kom op, jongen. Ah, wat doe ik? Ah, Ramos, wat doe je nou? Zij weten inmiddels ook wel dat ik alles met Arnijn wil scoren. Hakimi. Goed. Arnijn. Pingel. Nu dan. Boom. Kanonskogel. Heel verdiend dit. Nu dan, goed. Nog eentje. Nee, joh. Jongen, mooie pot hoor. Die twee gasten speelden echt goed samen. Dat was echt lastig. Oké, naar ronde 4 jongens. Yo, wat een team. Vieira, Van Dijk. Goh, wat een actie. Hop, even deze. Goed. Goed. Joe Cole. Kijk, dan is het wel echt ideaal, hè? Even die player lock terughalen. Perfect. Dit is geweldig! Arnijn. Goeie actie. Nu daarheen. Oh mijn god, wat een goal. Oh, oh. Oh, ik hou echt van die skill move. En dan dit. Door. Achterlangs, kruipen. Oh, oh. Jammer. Ai. 2-1. R9. Prima. Prima, Marco. Hey, Marco. Hi. Prima. Jongens, conclusie. R9 is gewoon weer echt een fenomeen. Natuurlijk. Met R9 ook dit, hè. Beestachtig gespeeld. We hebben gelukkig de draft gewonnen voor Ruurt. Ik weet niet of het hem iets boeit. Boeien, Ruurt. Maar toch. Huh? Wat een slechte rewards. Ik dacht 250k packies, maar dat is het ook niet natuurlijk. Jezus, Mina. Zeldzaam goudpakket. Wat zijn dit voor rewards, joh? Wat een schande. Kobol. Ah, wat is dit, joh? Laatste. Kom op, man. Is alles dan voor niks geweest? Ruurt gaat er niks aan hebben, helaas. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van R9 in FIFA 23. Dit was het voor vandaag. Tot snel, jongens. Thanks. Ciao, ciao.